Toon durf, doe wat. Alleen, het moet allemaal veel sneller. Het werd een aantal malen gedaan. We praten in Nederland vaak lang. Wat is daarvoor nodig? Dus we hebben nog 90% te gaan. Van Rempel, het kabinet heeft het begrepen. Vrienden of vijanden? Het is die eeuwige tegenstelling tussen de natuur aan de ene kant, zoals hier, de uiterwaarden van de Rijn bij Arnhem, en aan de andere kant, langs diezelfde Rijn in dit geval, het industrieterrein Kleefse Waard. Ondernemers die hier een bedrijf hebben, maken zich grote zorgen. Net als ondernemers trouwens in veel andere natuurgebieden. En dat komt door Natura 2000, een Europees plan op grond waarvan Nederland 162 beschermde natuurgebieden heeft aangewezen. En in die gebieden gaat de natuur boven alles. Meneer Ludwig, u bent van de regionale werkgeversvereniging VNO-NCW Midden, ja. Actief in Gelderland, dus ook in dit gebied. Hoe groot is nou de onrust onder uw leden? Die onrust die is groot en ik moet u zeggen, die wordt eigenlijk met de dag groter. En dat heeft te maken natuurlijk met de economische periode waarin we nu in zitten. Je ziet dat er steeds meer ondernemers zijn die echt aan het overleven zijn. En de angst wordt dus ook met de dag groter dat met deze natuurwetgeving de genadeklap komt als het gaat over de zekerheid waarmee je kunt ondernemen. Maar ondernemers realiseren zich toch ook wel dat dit soort natuurgebieden beschermd moeten worden? Ja, maar we hebben in Nederland 162 natuurgebieden die aangewezen zijn voor die Natura 2000-richtlijn. En over al die natuurgebieden bestaat eigenlijk niet zoveel discussie over het feit dat het natuurgebieden zijn en dat ze goed beschermd moeten worden. Het probleem zit hem heel vaak net in de omgeving van die natuurgebieden. Zoals hier. Zoals hier, dat zie je hier heel goed. Hè. Daar heb je het industrieterrein en daar liggen de uiterwaarden en dat gaat zo verder. Nog een heel stuk voordat er weer nieuwe industrieterreinen komen overigens. Maar op dit industrieterrein waar we hier op uitkijken, daar ligt een stuk, u kunt het niet goed zien, maar daar ligt een stuk waar jaren over gedaan is om de uitbreiding daarvan mogelijk te maken. Die uitbreiding is nu eigenlijk zo'n beetje klaar. De bedrijven zouden zich kunnen vestigen. Ja, en de angst is natuurlijk wel heel erg groot dat de bedrijven die zich daar zouden kunnen gaan vestigen, zich er niet meer mogen vestigen. Maar stel nou dat die uitbreiding van zo'n fabriek consequenties heeft voor zo'n natuurgebied. Moeten we die gevolgen dan gewoon accepteren? Waar de discussie werkelijk over gaat, is niet de uitbreiding van de industrie, maar de industrie die er al zit. En de discussie gaat dus ook over de natuur die er al is. En we hebben heel veel natuur in dit land. Maar we moeten niet doen alsof wij uitgebreide steppen, landschappen in dit land hebben. Want die hebben we niet, die hadden we nooit en die zullen we ook nooit krijgen. Toch lijkt het er wel een beetje op, omdat die Natura 2000-richtlijn gaat over het beschermen van vogelsoorten en specifieke grassoorten en andere planten en vegetatietypes. Daar heb ik geen verstand van. Het probleem zit hem erin dat als je als ondernemer ergens zit in de buurt van een natuurgebied, dat op het moment dat jij wil gaan uitbreiden, jij moet aantonen dat die uitbreiding geen schadelijke gevolgen heeft voor die vogels of die plantensoorten. Dus een soort omgekeerde bewijslast? Het is een omgekeerde bewijslast. En toon dat maar eens aan. Toon dat maar eens aan. We zagen net een ooievaar vliegen. Hè? Toon dat maar eens aan dat als straks hier aan de overkant een betoncentrale komt, dat een ooievaar daar last van heeft. En dat de ooievaar eigenlijk met uitsterven wordt bedreigd omdat er een betoncentrale staat. Nou, die onzekerheid die duurt maar voort en niemand kan daar op het ogenblik uitsluitsel over geven. Het staat allemaal onder hele hoge tijdsdruk. Dat verklaart ongerustheid. En wat gaat u als ondernemersorganisatie hier nou aan doen? Wij gaan als ondernemersorganisaties gezamenlijk proberen om, zeker in deze tijd, de druk van de ketel te halen. Niet het slachtoffer te worden van voortdurende onzekerheid over wat er in die Natura-wetgeving allemaal gaat gebeuren. Meer tijd te nemen om de plannen die er toch moeten komen, dat is Europees beleid. Om die plannen zorgvuldiger vast te stellen, zorgvuldiger voor te bereiden. Daar goed met de ondernemers die het betreft in de omgeving van die natuurgebieden over te overleggen. Mag ik zeggen, kijken. Pas op de plaats? Ja, natuurlijk moet je nu een pas op de plaats maken. Je ontkomt er niet aan, hè, dat zei ik net, dat het Europese regels zijn. Maar stel die dan wat later vast. Er staan geen straffen op dat je over 2 of 3 jaar pas een echt maatregelenpakket probeert te treffen. Laat de ondernemers die er nu zitten daar nu dus niet de dupe van worden. Dat is de kern van het pleidooi wat wij eigenlijk willen gaan houden. Dank u wel. Graag gedaan.